je hier op dit moment ziet, is dat we een folie aan het aanleggen zijn, omdat we hier de F34 verdiept gaan aanleggen. En die folie leggen wij op behoorlijke diepte aan en dat is nodig om hier eigenlijk deze badkuip zoals die hier nu ligt, om die waterdicht te maken. Je zit hier natuurlijk met je grondwaterstand en op het moment dat straks de N34 hier verdiept wordt aangelegd, dan moeten we er wel voor zorgen dat het droog blijft. En die folie die zorgt ervoor dat eigenlijk deze hele soort polder maken wij hier waterdicht blijft, zodat hier straks het verkeer op een probleemloze manier onderdoor kan. Nou, je ziet hier nu een enorme diepte natuurlijk waar we bezig zijn om het folie aan te leggen. Als je dat kijkt naar de hoogte van het NAP, dan zitten we op de bodem van deze bouwkuip zitten we beneden NAP, 0,75 centimeter beneden NAP. Terwijl het maaiveld zit op 12 meter boven NAP. En daar komt vervolgens weer 5 meter zand bovenop. En dat is nodig om ervoor te zorgen dat maar de druk vanaf de onderkant van het grondwater en die verzorgt naar die folie weer omhoog. Dus dit is niet de diepte waarop de F34 komt liggen. Die komt ongeveer 5 meter boven het folie. Dus die zwarte folie overheen. En er komt weer een witte laag overheen en die witte laag dat is een scherp laag. Eigenlijk puur om ervoor te zorgen dat zand is helemaal gekeurd. Er zitten geen scherpe dingen in. Hebben we een grote opvangcontainer staan voor grondwater. Aan de overkant hebben we die ook staan. We moeten ervoor zorgen dat de werkgebied hier goed droog is, want we zitten hier beneden het waterpeil als je op de bodem van deze bouwkuip zit. Dus dat betekent dat we heel veel water moeten afpompen. En dat zorgen we daarvoor. Dat wordt daarin opgevangen. En dat gaat dan vervolgens via een vrijverval richting het oppervlaktewater aan de andere kant. Je ziet hier een enorme hoeveelheid zand. Om hier de verdiepte ligging aan te kunnen leggen, ook die folie aan te kunnen leggen, moet er heel veel zand uit, in totaal 80.000 kub. En dat slaan wij hier op. En op het moment dat wij dan klaar zijn met het folie aanleggen, dan zullen alle hoeveelheden zand zoals hier liggen, die worden weer aangebracht. Zodat we daar dan vervolgens de N34 op kunnen aanleggen. Hier in die groene grote container, daar vangen wij het water op. Wat wij afpompen om de grote bouwkuip droog te houden. We hebben hier aan deze kant hebben we er een staan en ook aan de overkant staat er een. En in totaal voeren we of pompen wij 600 kub water per uur af. En dat gaat dan via vrijverval, de rioolleiding gaat het zo richting oppervlaktewater aan de andere kant. En dat is nodig om de mensen hier gewoon te kunnen laten werken in een droge bouwkuip. Want we zitten hier beneden het waterpeilniveau op de bodem van deze put. Dus het is belangrijk dat we dat in ieder geval tijdelijk droogpompen zolang we hier aan het werk zijn.